Hallo allemaal. Ik vind het zo verschrikkelijk leuk met een emmer met aardappelen. We gaan namelijk een stamppot maken. Er is Andrea naast mij, Andrea Bleker. Zij heeft haar eigen YouTube-kanaal Kruidengeheimen. Zij is ook mijn kruidendocent geweest en af en toe nog. En wij zijn vooral dol op wild plukken. Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan een stamppot maken met daslook. Hoe leuk is dat? Andrea, hoe is jouw passie eigenlijk begonnen met je kruiden? Oh, dat is al 20 jaar geleden. Wauw. Ik had allerlei lichamelijke klachten. Ja. En sorry, maar een medicijn is voor mij gif. Dus ik zag het. Begrijp ik. Ik zag het nut er niet van om iets wat uit balans is, om dat te behandelen met gif. Toen zag ik een cursus in de krant staan en ik dacht meteen, oh ja, dat is het. Ik heb heel veel kruiden gebruikt en ik ben er alleen maar heel vitaal van geworden. Super. En jij bent ook kruidendocent geworden toen ook op een gegeven moment, hè? Ja, de docenten kregen het steeds drukker. Er is gewoon steeds meer vraag naar mijn zijn op. Oh, no. Kan ik er nog eentje bij jou pakken? Okay. Er is steeds meer vraag naar kruiden. En toen vroeg mijn docent of ik haar wilde helpen. Ja. En dat vond ik hartstikke leuk. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Maar ja, ik ben nogal perfectionistisch. I know. Dus mijn les was 40 uur voorbereiden voor 3 uur lesgeven. En toen ben ik toch maar gestopt. Beter, ja. Nou, we hebben Andrea en ik 1 doelstelling. Dus jonge mensen enthousiast krijgen over de kruiden. Dus we gaan kijken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Dus we beginnen het lekker heel laagdrempelig. We zijn nu bezig met aardappelen schillen. We hebben daslook. En Andrea heeft gisteren ook nog daslook geplukt. En gaan we ook gebruiken. Dat heeft ze in een natte theedoek gedaan. En daarna in plastic. En toen in de, de onderste la van de koelkast bewaard. En daar gaan wij dus een heerlijke daslook stamppot van maken. En bij al deze aardappelen. Oh jongens, ik ben hier nu bezig met de daslook. Ja, had ik maar zoveel in mijn tuin. Maar Andrea had even meegenomen. Vaak in parken. Ik zie ze zelfs ook in Amstelveen. Op de gekste plekken zie je gewoon daslook. En dan maakt als mijn hart een sprongje. Oh, daslook! Iedereen loopt er voorbij. Geen mens weet wat je ermee kan doen. Maar wij hebben het nu verteld. Hoe weet je dat het is? Je moet er even een stukje kneuzen. Dan moet je eraan ruiken. En dan heb je de knoflook. Want je hebt inderdaad ook blad van lelietjes van dalen. Daar lijkt het op. En dat is een beetje gevaarlijk om dat te eten. Dus je kan beter eerst even kneuzen het blad. En je vingers ruiken. Je ruikt echt knoflook een beetje. En dit is ook echt de tijd. Want de lelietjes van dalen groeien pas veel later. Maar toch is het altijd goed om even te dubbelchecken. Ik heb nu nog even een kluitje roomboter in gedaan. De rauwe roomboter die ik bij de lieve boeren Siert en Joke van de graasboerderij meegenomen. Van hun eigen koeien. En hier heb ik nu even lekker wat extra roomboter op gedaan. Hoef je eigenlijk geen zuurtje. Dus je doet gewoon lekker daslook, aardappelen. Dan peper en zout. Een paar lekkere klonten rauwe boter erbij. En smullen maar.